Yes mensen, hartstikke leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag vis ik op baars en op snoek en zijn we gewoon weer lekker aan het vissen. Het weer is echt geweldig goed. De zon schijnt, de wind is helemaal weg. Ik zie echt al genoeg op het water. En ik denk dat het vandaag echt heel goed gaat worden. Vorige keer hebben we niet veel gevangen, eigenlijk helemaal niks zelfs. Daar gaat vandaag echt wel verandering in komen. Het is het laatste uurtje zon en dat is eigenlijk meestal heel goed. Ik zie ook al heel veel baars zwemmen daar. En ja, dit gaat goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Heel veel vis al. Misschien een snoek, misschien een baars. We hopen op beide natuurlijk. Ik heb ook twee hengels meegenomen vandaag. Eentje voor snoek, dat is mijn railhengel. Ik hoop dat ik er vandaag eentje uit kan trekken. Misschien wel. En eentje voor baars. Dus het moet goed komen. Ik wens jullie in ieder geval wel heel veel plezier met het kijken naar deze video. Ik vis dus eerst met het hele kleine plugje. Het is de Spro Ikiru Mini Crankbait als ik het goed heb. En we vissen onder dit hele kleine bruggetje. Nou ja, kleine bruggetje. Je ziet er echt al heel veel activiteiten daar. En voor kleine baars is dit echt ideaal. Helaas niks geworden op deze plek op baars. We lopen even door. Het is vooral heel belangrijk met het vissen op roofvis. Snel wisselen van plekken. Volgende bruggetje pakken. En gewoon snel lopen, jongens. Hoi, yes. Oh ja, tuurlijk joh. Lekker man. Hey, heb je al wat gevangen? Nee, ik ga net beginnen. Oh. Hartstikke leuk joh dat de mensen mij op de foto willen. Nee, dat vind ik echt leuk. Dus als je mij de volgende keer ziet en jij kent mij, spreek me gerust even aan. Dat vind ik hartstikke leuk. Maak even een praatje. Geef ik wat tips misschien als je dat wilt. Misschien geef je mij tips. Hartstikke mooi joh. We hebben de bruggen gehad. Nu gaan we door naar de open wateren. En dit is een plek waar je een groot flatgebouw hebt. Ik zie hier altijd heel veel mensen vissen. Heel veel snoekers, maar ook gewoon karpervissers. Want dat stikt hier ook van de karpers. Nou, wij gaan proberen er een snoekje of een baarsje uit te halen. Dat had ik beet. En op deze plek heb ik eigenlijk nog nooit iets gevangen. Maar je hebt hier wel een brug. Ik heb hier al dingen zien springen. Hier gaat het echt wel gebeuren. Oh, ja, jongens. Vlak voor de kant. Kijk eens wat een klein baarsje. Hij had hem in één keer echt vlak voor de kant. Maar het is wel echt een heel mooi beestje. We gaan hem ook weer terugzetten gelijk. Niet te lang op de kant houden, het is te warm eigenlijk. Gelijk terugzetten. Oh ja, mooie. Hele mooie vis. Dit is overduidelijk mijn PR. Moet je kijken, wat een mooie. Echt één worp later en ik heb al de volgende binnen. Dit is 100% mijn PR. Ik schat hem op 30 centimeter. Ik maak even een streepje op mijn hengel. En dan ga ik het straks even nameten. Dus jullie zien nu in beeld hoeveel die was. Maar één worp later en ik had hem gelijk. We gaan deze prachtige vis weer terugzetten. Doe dat gewoon even met een mooi plontje. Dus daar gaat hij. Hoppa. Dat was gewoon één worp na mijn laatste. En we gaan door naar de volgende. Kijk eens jongens, de derde van de dag. Hoppa. Het zijn allemaal niet hele grote, maar wel leuke. Deze klapt er weer voor de kant op en we gaan hem weer terugzetten. De derde van de dag is binnen. Dat zijn er al drie meer als de vorige keer. Geweldig. Yes, het begint alweer donker te worden en dat betekent dat we moeten gaan. Drie vissen gevangen vandaag.
En ik denk dat ik morgen terugkom. Dan gaan we morgen op snoek proberen. Misschien een paar baars eruit trekken. Maar jullie zien me morgen weer. Hallo meneer. Hallo. Heb jij een TikTok account? Ja, klopt ja. En daar vis je op? Ja. Klopt ja. Mag ik een foto met jou? Ja, tuurlijk jongen. Moet ik hem maken? Ja. Ja. Zeker. Dank je wel, hè? Alsjeblieft. Moet ik hem maken? Ja, 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 ik wil hem gewoon even flesje. Ja? Hé, ik wil ook een video's. Ik heb een paar video's. Mag ik die hebben van jou? Ja, heel mooi. Dankjewel. Daar komt voorop. Nee, joh. Okay. Ik hou hem bij me, ja? Maar ik moet er wel vandoor, jongens. Ik moet, Hey, jongens, fijne avond, hè? Fijne avond. Yes, mensen, het is weer de volgende dag. We zijn weer aan het water. We zijn weer in hetzelfde park. Gisteren hebben we een lekker dagje gehad. 3 baarzen gevangen. En vandaag hopen we toch wel even dat snoekje eruit te halen. Ik heb beide hengels weer mee. Dus voor snoek en op baars. Ah, dat moet al gekomen. En als je nou afvraagt waarmee ik vis vandaag met een Berkeley crankbait. Dit is een dubbel jointed, dus dat houdt in dat hij 2 delen heeft. En daardoor gaat hij heel mooi door het water heen. Je ziet het, hij heeft hele mooie strepen. Lijkt een beetje op een baarsje. Mix van een voren zonder die strepen. Ja, dit kunnen de snoeken niet laten liggen. We zitten hier nu echt op een heel mooi stuk onder het flatgebouw. En op dit stuk heb ik gehoord dat er veel gevangen wordt. Dus we gaan er een paar worpjes wagen. En ja, we gaan het zien. Hele grote. Kijk wat een ding joh. Plontje erin. Ja, 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 ja. Toch even een heel klein baars op dit kleine plekje. Bij de, wel een mooie plek. Maar we gaan hem weer terugzetten. Dat was hem alweer. Ja. Ja. Kijk eens. Kijk ons toch even een klein snoekje. Ja, niet te lang boven houden. Gewoon gelijk terugzetten. Kijk. Rondje. Hartstikke mooi. Dit was ook zeker weer een zeer geslaagde dag. We hebben vandaag 1 snoek gevangen, 1 baars, waarvan het weer gewoon mijn PR is. Ik heb gewoon 2 dagen achter elkaar een PR gevangen. Ik ga hem zo even opmeten. Ik heb hem op mijn hengel genoteerd. En net zoals gisteren. Jullie zien dan ook nu in beeld hoe groot hij was. Super mooi, want die meneer die stond op zijn balkon. En toen zei hij van, ja, hier zijn de snoek, hier zijn de snoek. Dus ik de hele dag achteraan gooien en uiteindelijk had ik hem toch nog gevangen. Super handig eigenlijk, dus echt shout-out naar die meneer. Ik weet dat hij dit gaat zien, dus echt super bedankt. Je hebt de video toch wel weer een beetje gemaakt. Wat hebben we vandaag gevangen? 2 baarzen, 1 grote, 1 kleine. Een snoekje, ook een kleintje. Maar ja, wel een hele mooie. En in totaal hebben we dus 6 vissen gevangen. 3 gisteren, 3 vandaag. Ik moest wel met iets goed komen voor deze video. Vorige keer hadden we niks gevangen helaas. Dus dan kan ik jullie natuurlijk niet laten zitten zonder vissen. Maar zeker een geslaagde dag. Vonden jullie dit nou een hele leuke video? Laat dan even een like achter. Abonneer ook gelijk even op mijn kanaal. Laat ook zeker even achter wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Later.